Thank you.
augustus 2020. Wij gedenken dat het 75 jaar geleden is dat Japan capituleerde, de gevangenen bevrijd werden uit de Japanse kampen, maar ook dat Indonesië zich onafhankelijk verklaarde door de proclamatie. Het begon allemaal 4 eeuwen geleden. Aan het eind van de 16e eeuw begonnen de eerste schipvaarten naar Indië. Er ontstond een levendige, maar ongeorganiseerde handel. Een wilde vaart op Indië. Om de wilde vaart in te tomen, werd de VOC opgericht, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, waar Nederland trots op was. De Gouden Eeuw was aangebroken. Onder leiding van Jan Pieterszoon Koen, zijn standbeeld staat in Horen, werd het monopolie veroverd op de specerijenhandel. Wanneer de schepen naar Indië vertrokken, werden de schepelingen onder klokkengebijer uitgezwaaid. Geprezen, want als het goed hier is verteerd, zo kan men daar nog jonker wezen. O rijk en wijd vermaarde strand, wie kan uw staat en schat ontbinden? Want is er een lui lekker land, dat zal men in Oost-Indië vinden. Al gereed. Ik neem wel haast van hier te scheiden. En is er nog een lekker beet? Die mag hem ook in tijds bereiden.
de trommel slaat. Maakt u gereed, het is een tijd voor weinig jaren. Al wie met de gekroonde vreed naar het rijk van Jakarta wil varen. Mijn wijf en kinderen, al, ik ga om een goede buit te halen. Als ik weer bij u kom, dan zal ik alle man met goud betalen. Hield de compagnie op te bestaan. De oud-compagniedienaren ontwikkelden zich van handelaren tot grootgrondbezitters en bestuurders. Een sterk centralistisch bestuur. Herendiensten moesten worden verricht als de hoge landrenten niet meer door de arme boeren betaald konden worden. Zoals beschreven in het beroemde liefdesverhaal Saïdja en Adinda uit de Max Havelaar van Multatuli. Saïdja trekt er na de jammerlijke dood van zijn vader op uit om geld te gaan verdienen in Batavia. Om 2 buffels te kunnen kopen, zodat hij met zijn geliefde Adinda kan trouwen. Met Adinda spreekt hij af onder de ketapangboom bij het Jati-bos, waar zij hem die melatti-bloem gegeven heeft immers. 3 x 12 manen zal Saïdja uit werken gaan en Adinda zal bij elke nieuwe maan een streep kerven in haar rijstenblok. Dat spreken ze af. Als ze 3 x 12 strepen heeft ingesneden, zal Saïdja de dag die daarop volgt aankomen onder de ketapang. En Adinda belooft hem plechtig dat ze daar dan zal zijn. Na deze belofte gaat Saïdja energiek op pad vanaf Badoer richting Batavia. Maar na 3 dagen lopen begint hij te voelen hoe lang de 36 manen zijn die voor hem liggen en hoe ongewis zijn reisdoel. Hij begint weemoedig te worden en zingt. Ik weet niet waar ik sterven zal. Ik heb het huis zien branden van pa Ansu, dat hij zelf had aangestoken omdat hij mataglap was. Als ik sterf in een brandend huis, zullen er gloeiende stukken hout neervallen op mijn lijk. En buiten het huis zal een groot geroep zijn van mensen die water werpen om het vuur te doden. Ik zal het niet horen. Ik weet niet waar ik sterven zal. Ik heb de kleine Siuna zien vallen uit de klappa-boom toen hij een klappa plukte voor zijn moeder. Als ik val uit een klappa-boom zal ik dood neerliggen aan de voet in de struiken als Siuna. Dan zal mijn moeder niet schreien, want zij is dood. Maar anderen zullen roepen, zie, daar ligt Saïdja met harde stem. Ik zal het niet horen. Ik weet niet waar ik sterven zal.
Ik heb velen gezien te Badoer die gestorven waren. Men kleedde hen in een wit kleed en begroef hen in de grond. Als ik sterf te Badoer en men begraaft mij buiten de Dessa, oostwaarts tegen de heuvel waar het gras hoog is, dan zal Adinda daar voorbij gaan. En de rand van haar sarong zal zachtkens voortschuiven langs het gras. Ik zal het horen. Saidja vindt een goede job in Batavia. En verdient wel geld voor 3 buffels in de periode die hij met Adinda afgesproken heeft tot hun weerzien. Zijn Tuan vindt het niet leuk hoor, dat Saidja na 3 jaar alweer opstapt. Maar ja, Saidja wil terug naar Badoer, naar zijn geliefde Adinda. Om eindelijk hun leven samen te kunnen beginnen. Maar als hij na een lange voettocht onder de ketapang bij het Jatibos aankomt, is zijn geliefde niet daar. Na lang wachten gaat Saidja op zoek naar de plek waar Adinda's huis moet hebben gestaan. Het eenvoudige bamboehuisje is ingestort, maar wel vindt hij tussen de overblijfselen haar rijstblok, waarop 32 strepen staan gekerfd. Saidja sluit zich aan bij een groep opstandelingen om Adinda te zoeken. Ze is met haar familie gevlucht omdat haar vader, net zoals de vader van Saidja, de hoge landrente niet meer kon betalen omdat zijn buffels waren afgepakt door het districtshoofd van Parangkudjang. Uiteindelijk vindt Saidja in een dorp dat pas veroverd is door het Nederlandse leger en dus in brand stond, de lijken van Adinda, haar vader en haar broers, naakt, gruwelijk mishandeld. Gek van verdriet loopt Saidja in de bajonetten van de Nederlandse militairen om in de dood verenigd te worden met zijn geliefde, Adinda. Zich daar slingert aan de evenaar als een gordel van smaragd. Aan u durf ik met vertrouwen te vragen of het uw keizerlijke wil is dat daar ginds uw meer dan 30 miljoen onderdanen worden mishandeld en uitgezogen in uw naam. Werd het cultuurstelsel afgeschaft. Nederlands-Indië werd opengesteld voor het particuliere ondernemerschap. Woeste gronden bewerken, modernisering, aanleg van infrastructuur.
De groeiende groep Nederlandse bestuurders nam allerlei Indonesische leefgewoonten over. Aansluitend bij de Indo-Europese cultuur die in de VOC-tijd al was ontstaan. Naar buiten vertoonden deze meer Europese kenmerken zoals westerse kleding en taal. In het huiselijk leven was de levenswijze meer oosters. Men liep binnenshuis in sarong en kabaya. Indische cultuurvormen kwamen tot ontwikkeling, zoals de Indische keuken. Dangan betara, orang lelaki. Herkent u het? Zing maar mee hoor nu. Rani supa, dia takut mati. Terambula di kali. Timbul buaya, katanya lah mati. Jangan percaya orang lelaki, berani sumpah dia takut mati. Ja, ja, als vrouw moest je inderdaad oppassen. Jangan percaya orang lelaki. Vertrouw niet op de woorden van de mannelijke persoon. Hij belooft veel, maar is bang om te sterven. Over de Nyai is veel geschreven. De Indo-oermoeder komt in vele gedaanten voor. In het vorig jaar verschenen boek van Dido Michielsen, Lichter dan ik, als baboe. Van haar bloedeigen kinderen. Denk er goed over na voordat je instemt, zei Arnold. Mijn vrouw stelt namelijk een belangrijke voorwaarde. Als jouw kinderen als onze wettige pleegkinderen worden opgevoed, kan er geen sprake van zijn dat de mensen weten dat jij hun moeder bent. Er zullen toch wel roddels komen, geklets, dat het mijn voorkinderen zijn. Wij adopteren ze, maar zelfs de twee meisjes mogen niet weten wie jij bent. Je zult ze dagelijks kunnen zien en dicht bij ze zijn, maar dan als hun baboe. Aan jou de keuze, Isa. Neem je tijd. Na een nacht wakker liggen, wist ik wat me te doen stond. Ik zou de baboe van mijn eigen kinderen worden. Zij zouden nooit te weten komen dat ik ze gebaard had, of wie hun vader was. Ik bad tot mijn moeder. Geef me de kracht, Mak, om dit te doorstaan, om mijn mond dicht te houden als het moeilijk is om te zwijgen. Vergeef me dat ik ze niet kan vertellen wie hun grootmoeder is, dat ik ze niet trots kan laten zijn op jou. Maar laat me jou trekken in hun gezichten terugzien. Jouw gestalte in hun trotse houding. Geef me de liefde om dit vol te houden. En blijf bij me, Mak. Zit als een engel op mijn schouder. Dan ben ik niet zo alleen. Ik dien u, mijn Heer. Op het land en in de nacht. Schenk mij uw liefde. Niet alleen op een zacht bed, maar aan mijn hart dat wegkwijnt. Uw verwekte kind gaat eenzaam de wereld in. Verloochent u haar, omdat uw land van herkomst haar ook zal verloochenen.
the story of the Indonesian Nyai starts in slavery on the Javanese market. She was sold to keep the house and cook the meals, to love the master of the home. Later, by law, became his concubine on the payroll. Bubbriot Siam, keeper of my soul. Bubbriot Siam, out of you we all were born. Bubbriot Siam, keeper of my soul. Bubbriot Siam, out of you we all were born. And then the white lady arrives to rule the Indonesian house, and you were sent back to the kampung, no longer allowed near her spouse. They took your son and raised him well for a position on Medari. You became a family secret, a tiny little note for my further inquiry. Bubbriot Siam, keeper of my soul. Bubbriot Siam, out of you we all were born. Bubbriot Siam, keeper of my soul. Bubbriot Siam, out of you we all were born. Bubbriot Siam, keeper of my soul. Bubbriot Siam, out of you we all were born. Bubbriot Siam, you are the keeper of my soul. Bubbriot Siam, out of you we all were born. Now you come to haunt me. I'm glad that you came by with your stunning Javanese beauty. You make my soul cry. And when my sister talks to me about this deep, dark anger in the family, when injustice falls upon one of us, I know that it's your legacy. Do 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 do. Zijn jullie er nog? Je mag best klappen of zo, als ik dan zo'n heel mooi lied zie. De Max Havelaar van Multatuli had grote invloed op het denken over het koloniaal bestuur. In het beginselprogramma van de ARP in 1878 pleitte Kuiper voor een koloniaal stelsel waarin Nederland de plicht had de Indonesiër op te voeden en op termijn zelfstandiger te maken. Nederland had een ereschuld aan Indonesië. Deze ethische gedachte vond weerklank in de politiek en het effect ervan is terug te vinden in de troonrede van 1901, die beschouwd wordt als het officiële begin van de ethische politiek.
Dit nieuwe beleid werd vergezeld door een toename van onderwijsmogelijkheden voor de inheemse bevolking en een beperkte mogelijkheid tot participatie in het bestuur. In 1899 schreef een jonge Javaanse vrouw: "Ik heb zo verlangd kennis te maken met een modern meisje. Het vieren zelfstandige meisje dat met vlugge, flinke tred door het leven gaat. Vrolijk en opgeruimd, vol geestdrift en warm gevoel. Niet alleen arbeidend voor eigen heil en geluk alleen, doch ook tot het heil van vele medemensen. Ik gloei van geestdrift voor de nieuwe tijd en ja, ik kan wel zeggen dat wat denken en voelen betreft, ik de Indische tijd niet meegeleefd, doch geheel die mijner vooruitstrevende blanke zusters in het verre westen. En als de wetten van mijn land zulk zouden toelaten, zou ik niets liever willen en doen dan me geheel te geven aan het werken en streven van de nieuwe vrouw in Europa." Deze aristocratische jonge vrouw was de 20-jarige Radun Ajung Kartini, grondlegger van het nieuwe Indië en een geweldig schrijfster. Als dochter van de regent van Djapara was zij geprivilegieerd opgevoed en tijdens salons en visites bij haar thuis werd gesproken over noodzakelijke verandering. Onderwijs, literatuur, politiek en de opkomende arbeiders- en vrouwenbeweging. Kartini probeerde haar vader ervan te overtuigen dat gearrangeerde huwelijken niet meer van deze tijd waren. En aan haar vriendin Estelle Zeehandelaar schrijft zij daarover. Begrijpt gij nu de diepe afkeer die ik voor het huwelijk heb? Het nederigste werk zou ik dankbaar en met liefde verrichten, zo het mij bewaarde en onafhankelijk maakte. Maar ik mag niets doen om der wille van vaders maatschappelijke positie. Kartini laat zich ook kritisch uit over de Europeaan. In 1902 schrijft zij: "Vergeef ons dat wij het zeggen, maar u zelf vindt de Europese maatschappij volmaakt? Oh, wij zullen de laatsten zijn die niet dankbaar het vele zeer goede in uw wereld zullen erkennen, maar zal u ontkennen dat tegenover het heel mooie, het grootste en verhevene in uw maatschappij veel is dat dikwijls de naam beschaving tot een bespotting maakt. Men verwijt ons, Javanen, dat wij geboren leugenaars zijn, volstrekt onbetrouwbaar en de ondankbaarheid gepersonifieerd. Niet slechts hebben wij dit gelezen, maar ook meermalen horen zeggen, wat reeds een mooie proeve aflegt van sprekers fijngevoeligheid. Wij glimlachen er slechts om. In ons eigen denken wij aan het Europese gezelschapsleven dat o zo dikwijls de schitterendste getuigenissen aflegt van de waarheidsliefde, oprechtheid van menige Europeaan die zo hoog neerziet op de volstrekt leugenachtige, onbetrouwbare Javaan. Vader heeft ons gezegd: nie. Denk niet dat er veel Europeanen zijn die werkelijk van je houden. Er zijn er maar heel enkele." Dat hoeft de vader waarlijk niet te zeggen.
Wij weten het zelf heel best. Het gouvernement vaardigde in 1905 een besluit uit. Geen inlands kind van 6 tot 7 jaar wordt tot de openbare scholen voor Europeanen toegelaten, zo dit niet reeds Hollands spreken kan. Of het moet daartoe een speciale vergunning hebben van zijn excellentie de gouverneur-generaal. Hoe kan nu een inlands kind voor zijn 6e of 7e jaar Hollands leren? Wij zijn bereid tot alles. Bereid tot geven. Onszelf. Tot ontvangen. Hartewonden. Tranen. Bloed zullen er vloeien. Veel. Veel. Maar het is niets. Dat alles zal leiden tot zegepraal. Geen licht waar niet duisternis vooraf ging. De dageraad wordt uit de nacht geboren. Jojo Boyo deed een voorspelling. Ik heb twee voorspellingen. Le la tanata. De gebeurtenissen op het eiland Java. Le raton, rato de na. Als heerser. Wadianet volke pati. Diens soldaten zijn erg kort. De bol paling dine. Ze zijn klein van soort. Saking lervetan. Ze zijn afkomstig uit het noordoosten. Prabhu Jamus Nuli Nendro. Koning Jamus ging slapen. Er is een groot gevaar in aantocht. La minoro sa umur tak.
tavolo. Dat maar zo oud als de maisplant zal duren. Rorno pavetani. Twee voorspellingen. De lakon. De gebeurtenissen op het eiland Java. Tana Davi. Een gele koning als heerser. Er is een groot gevaar in aantocht. Waren degenen die beschreven werden in deze voorspelling de Japanners? Begin februari 1942 begonnen de sirenes op het schooldak te loeien. Door mijn verrekijker zag ik 9 Navy Zero-jagers laag over komen scheren. Boven de jagers vlogen er 15 Mitsubishi Betty-bommenwerpers die een bombing run maakten. Er werd geschoten met machinegeweren en brisantbommen van 50 kilo werden afgeworpen. We zochten allemaal dekking en na het all clear signaal begonnen we met puin ruimen. Door Japanse invasietroepen. Ze werden luid toegejuicht door de Indonesische bevolking. Indische mensen waren nergens te bekennen. Zij bleven binnen. Oom Soen waarschuwde om niemand in vertrouwen te nemen. De Indonesische bevolking zag de Japanners als bevrijders van de Nederlandse onderdrukkers. Oom Soen vertelde dat de Japanners bezig waren om overal Nederlandse burgers, mannen, vrouwen en kinderen te arresteren en in gevangenkampen onder te brengen. Alleen Indo's mochten nog vrij rondlopen en werken. Blanke Nederlanders werden bespuugd door de bevolking wanneer zij van hun kamp naar hun werk en weer terug moesten marcheren.
De Japanners stonden daarbij te lachen. Hadden lang van tevoren al voorspeld dat de volken van Zuidoost-Azië hun plaats als vrije volken zouden opeisen, zodra de schakel van het wereldimperialisme daar zou verslappen. De schakel zou breken. Dat is het begin van het verhaal van het uitbreken van de revolutie van 1945. Ik heb de tong-tong weer gehoord vannacht. Als een geheime stem tussen de bomen. En het onheil zachtjes naderkomen als een door niemand te bedwingen macht. Die u en mij, die eenmaal broeders waren, als roofdieren elkaar omsluipen doet. En gij weet niet waarom. Dit mes, dit bloed. Het is de tong-tong die u rond doet waren. Ik weet niet waarom die angst, die haat, dan uit ons al te lang verduurde zwijgen, dat onbegrepen liet wat wij wel zeiden, in onze harten, maar misschien te laat. De tong-tong roept, de dood gluipt loerend rond. Ik heb gewacht tot uw schaduwen komen. Ik heb geen vrees gevoeld, slechts de eenzame smart die ons in de haat nog samenbond. Tokio, 15 augustus 1945.
De Japanse keizer Hirohito heeft vandaag in een radioboodschap de onvoorwaardelijke capitulatie van Japan bekendgemaakt. Ten einde verder bloedvergieten en misschien wel de volledige vernietiging van de menselijke beschaving te voorkomen, zullen wij het ondraaglijke moeten dragen en onduldbaar lijden moeten ondergaan. Zo sprak de keizer, die zich voor het eerst in zijn leven rechtstreeks tot het Japanse volk richtte. In reactie op de capitulatie verklaarde president Truman opgetogen tegenover een menigte voor het Witte Huis: dit is de dag die het einde betekent van het fascisme en het politiestelsel in de wereld. Dit is de dag van de democratie. Batavia, 24 augustus. Tussen Nederland en Groot-Brittannië is voor het gebied van Nederlands-Indië een Civil Wars Agreement gesloten. Namens de geallieerden zullen de Britten troepen in Indië legeren in afwachting van de terugkeer van Nederlandse bestuursambtenaren en militairen. De Britse troepen maken ook een begin met de ontruiming van de krijgsgevangenen en interneringskampen. Ruim 70.000 Nederlanders zijn door de Japanners krijgsgevangen gemaakt. Van hen bevinden er zich zo'n 5.000 in Japan zelf. In aparte kampen verblijven bovendien nog rond 75.000 Nederlandse vrouwen en kinderen. Door het haast volledig ontbreken van gezag, in combinatie met acties van nationalisten, zijn veel van de kampen echter aanvankelijk nog de veiligste verblijfplaats. Tot het dorpje Tunjung drongen berichten door dat de Heiho en Ptah-soldaten allemaal met een zak rijst per persoon naar hun dorpen terugkeerden. Ze hoefden niet meer naar hun kazerne terug, maar voor ze vertrokken werden ze door de Japanners ontwapend. Te voet snelde ik naar Nadilui. Daar kreeg ik nog veel groter nieuws te horen. Indonesië was vrij. Ik ging naar Kediri. De berichten werden duidelijker. Het rood en wit zag je overal wapperen. Ik herinnerde mij de Japanse onafhankelijkheidsbelofte. Was de straks in de toekomst beloofde Indonesische onafhankelijkheid dan zo snel gekomen? Maar de mensen zeiden dat de Indonesische onafhankelijkheid helemaal geen geschenk van de Japanners was. Hij was toch echt geproclameerd, zeiden ze, door Sukarno en Hatta. Ik trok naar Surabaya. De mensen in mijn wagon vertelden dat sinds de Indonesische onafhankelijkheid geen trein meer door de geallieerde vliegtuigen was aangevallen. In Surabaya aangekomen, zag ik dat alles gewoon rustig was. Er was geen verandering merkbaar. Op het rood en wit na, dat overal wapperde. Thank you.
It's a very good Balinese. Yeah, we played. We played in Temple of Time. Ja, ja, ja. Je moet die zus wegdrijven. Hallo. Dit is mijn stuk. Ah. What can I do? Just carry. It's okay. Put the... Okay. But we must wait for the other partner. Moet ik Rihanna halen? Ja. Hi Lucy! Balinese. Yeah, and the slow one is like. And after you. Thank you.
Thank you.
Ja. Heren, ietsje lager zo. Hoe laag? Ja, je doet het. Leren moet ik vragen. Oh, dat is mooi. Yes. Nog een keer. Thank you. Van harte welkom bij deze mooie koninklijke Schouwburg. Mijn naam is Erik de Vroet. Ik ben artistiek leider van het Nationale Theater hier. En ik heb de eer u hier en deze fantastische muzikanten en dansers aan het eind van deze indrukwekkende processie welkom te heten bij deze prachtige Schouwburg. We gaan tussen de instrumenten, de telefoon of ondertussen. In de grote kerk en hier in de Koninklijke Schouwburg herdenken wij vandaag het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en het begin van de Indonesische onafhankelijkheid. Herdenken wij vooral met muziek. Vanmiddag werd op het carillon van de grote kerk werk gespeeld al van Sinta en ook van Renaldi Santoso. Is het er ook? Renaldi Santoso. Die nieuw werk wat in opdracht werd geschreven van Stichting Tong Tong, nieuwe muziekstukken die speciaal voor de slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de directe gevolgen daarvan, om dat te herdenken. Daarna vertrok dus deze processie van gongs en slagwerkinstrumenten vanaf de grote kerk en vulde de straten van de binnenstad van Den Haag met betoverende rituele klanken. U was daar getuige van. En met deze processie werd de brug geslagen naar het concert dat hier straks op het podium van de Schouwburg zal losbarsten. Echt wel het hoogtepunt van deze dag wat mij betreft. Speciaal ontwikkeld door Sinta Boerdoer. En de bronzen gamelan instrumenten zijn gebouwd op Java. Maar met 12 tonen van de piano in plaats van met de 5 tonen die eigen is aan de gamelan. Het zijn dus bijzondere instrumenten. En deze instrumenten hebben daardoor de unieke eigenschap dat zij zowel oosters als westers kunnen klinken. En met de ontwikkeling ervan poogt Sinta een brug te slaan tussen verschillende culturen, is mij verteld. En net als in de Wayang voorstelling worden straks over de muziek heen teksten uitgesproken. Dat is dus de bedoeling straks. Door Astrid Serize. En zij draagt teksten voor van bekende en onbekende acteurs als Multatuli, Dionysie Giebelsen, Pramutja Anandatour en Alfred Bier. Maar op deze balladendag, waarop dus zoveel wordt gezegd en ook zoveel wordt beweerd, waarop zoveel wordt gediscussieerd, waarin velen het goede, maar vaak ook het verkeerde dreigen te zeggen. Deze beladen dagen waarop een monument werd beklad en waarop werd gescholden online of offline. Tegenover respectloos graffiti volgt helaas de meest afschuwelijke scheldpartijen. Op deze beladen dag, waarop ondanks alle mooie en gemeende woorden toch ook zoveel wordt verzwegen nog, of voor zoveel herinneringen en gevoelens maar geen taal wordt gevonden. Op deze dag herdenken wij het einde van de oorlog en het begin van de onafhankelijkheid, dus vooral met muziek, met poëzie, met literatuur. De jonge Belgische Poolse filosoof Alicia Kaczynska zegt over muziek: muziek is inleven en meeleven. Naar muziek luisteren, echt luisteren, is geen passieve, receptieve bezigheid. Het is een dialoog. En een dialoog is een middel om de ander beter te leren kennen, te begrijpen en met die ander mee te leven. De essentie van muziek ligt in de beweging tussen componist en uitvoerder, tussen muzici en toehoorders. De betekenis van muziek ligt niet louter in het maken of spelen van muziek. De betekenis ligt ook niet louter in het luisteren. De betekenis van muziek ligt in de interactie. Als ik persoonlijk aan de oorlog in Nederlands-Indië denk, dan denk ik gek genoeg ook vooral aan muziek. En dan niet aan de mooie klanken van de gamelan of van de kronchong, maar notabene aan jazzmuziek. Ik denk aan een man die ik nooit heb gekend, maar die in het bewustzijn van mijn familie de afgelopen 75 jaar maar al te aanwezig was. Ik denk aan Eduard de Willige, mijn opa en jazztrompetist te Batavia. Eduard, of Eddie zoals hij ze noemde,
werd geboren in 1902 in Ambaraba, in de buurt van Semarang op Java. Zijn moeder, Abigail Jacoba Limba, geboren op Ambon, kreeg haar eerste kind al op haar 15e en zette in haar leven 10 kinderen op de wereld en trouwde toch pas na de geboorte van haar 8e kind met Eddie's vader. Of als dekpassagiers op de boot. En ze speelden in hotels, zwembaden, clubs en op concoursen hun opwindende jazzmuziek. Die in artikelen uit die tijd wordt omschreven nu met gerechten als soep à la Casaloma, ragout Benny Goodman, gebakken aardappel en biefstuk à la The Dorsey Brothers en met het heerlijke toetje Ice Cream Duke Ellington.